Jeetje, wat gaaf. Zes. Ja, hè? Zes zilveren rijst. Ik dacht, waar blijft die? Haalt ze het of haalt ze het niet? Ik haal het. Zie? Ja, dit is wel een leuk. Een vloegtooi. Potverdorie, is dat even een tijd geleden dat we gezocht hebben? Nou, hè? Nee, we hebben vorige week nog gezocht, maar daar mogen we helaas niks over zeggen. Dat komt later. Hier, dat we hier gezocht hebben, is het lang geleden. Ja, heb jij überhaupt hier wel eens gezocht? Nee, mijn vorige leven denk ik. Nou ja, we zijn in ieder geval lekker samen weer aan het zoeken. Mijn eerste vondst is een zegellootje. Lekker bezig. Ik heb ook lood. Heb je ook lood? Ja. In je schoenen? Dat is wel een mooi signaal. Mooi signaal, ja? Ja, 56. Nou, top. Gaan we een live dik doen? Ja, meestal is het dan niks, hè? Nou, wie weet. En ik zet de camera aan, dus wat komt er over? Ja, dit is wel een leuke. Een vloegtooi. Oh. Kijk, ik heb nog nooit een live dik gefilmd, dus misschien brengt het wel geluk, hè? Misschien wel. Misschien ook wel niet. Oh. Het is een stukje lood. Oh. Met niks zeggend iets. Hoe voel je je nu? Nou, we staan nog aan het begin van de dag, hè? Dus er kan nog van alles gebeuren. Ik wilde er nog even geen antwoord op geven, eigenlijk. Ik voel me eigenlijk lichamelijk en geestelijk redelijk goed, maar het was wel een teleurstelling. Ja, jammer. Oh, ja. Volgende beter. Ja. Nou, we zitten er maar even bij, hè? Even een borreltje drinken. Huh? Ja, dat had lekker geweest, maar ik heb alleen... Maar ik heb nog een flesje. Ja, zit daar een lekkere borrel in? Nee, dat niet. Oh. Nee, geen lekkere borrel. Hey, we zijn er maar even bij gaan zitten. We hebben, ik denk bijna wel een halve kilometer gelopen. We hebben een paar zegellootjes. Het is nog niet zoals het hoort, hè? We moeten nog even een beetje op gang komen misschien. Ja. Het drinken moet ook op gang komen. Is nou je beker of je kin lek? Ja, ik moet een beetje wennen aan mijn nieuwe beker. Ja, dat gat is ook zo onwijs groot. En dat van glas is allemaal ook dat goed nog? Voor de... Ja. Goed voor het milieu. Plastic. Hier zit statiegeld op. Nou, maar meestal, kijk, als we nu even gewoon hebben ingelopen en dan strakjes gaan we wel wat... We gaan nu voor het echie. Ja. We zijn nu op de locatie. We moesten van de boerderij helemaal hierheen komen. Nu gaan we metertjes maken. Nu gaan we het echt knallen. En zo niet, dan is het in plaats van 2 weken, wordt het 3 weken geleden dat er een video wordt geplaatst. Kijk, het eerste gat na de pauze is dan wel meteen weer een duitje. Dus we beginnen te winnen. Een duitje. Nou, we moeten het echt van de krummeltjes hebben, hoor. Dit is een stukje van een kledinghangertje. Een fragmentje. Ja, de datering is wel goed. Dat is 18e eeuw. Maar ja, dan moet wel de rest er ook bij komen. Kijk, daar hebben we er weer een. Een muntje. Moet ik meedraaien of nee, tegen? Liever zo. Niet. Wat is het? Het is een... Het is een lood. Het is een soort blokgewicht. Met stempels. En even kijken. Aan de 1 letter kunnen we redelijk zien wat het was. U of een V, toch? Nee, dit is een U. Ja. En dit is een U. O. O. En dit een D, denk ik. Of een V. Nou, we gaan en dan staan er hier nog wat meer in. Dus hij is al een x-aantal jaren achter elkaar geëikt. Ik kan je wel vertellen, hij is door de helft, dus die eikstempels kloppen niet meer. Maar dat is wel heel erg leuk. Dit was een bepaald gewicht. Daar kon je waren mee wegen. Ja? Ja. Cool.
Leuke leuk, vondst. Hoor. Ja. Ik denk dat jij de winnaar van vandaag bent tot nu toe. Tot nu toe nog wel, ja. Ja, maar... Dat gaan we zo houden. Nee, er moet nog meer gevonden worden. Nee, dat ik de winnaar ben. Oh. dat is je gegund. Ruud. Als dit niet een mooi geluidje is. 87,88. Spannend. Huppatee. Blijft die mooi? Ja. Ja, hij blijft mooi. Nou is die weg. Nee, hij is niet weg. Maar jou maakt geen geluid, joh. Nee, lekker hè? Oh nee, ik vind het altijd wel fijn. Kan ik wel heel stoer lekker hè, zeggen, maar mijn speaker is stuk. Oh echt? Maar ja, hij doet het nog wel, dus dan vind ik het zonde om het... Ja? Ja, hij doet het wel. Oh, ja, ja dat hoor ik niet hè. Waar zit hij in je kluitje nog? Hier ligt hij al. Het is een gesp. Oh, wat mooi! Wat mooi hè? Nou, nu loop jij voor. Nee, jouw lood is beter als deze gesp. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Deze heb ik een hele bak van vol, maar die grote loden met stempels. Niet? Nee, die komen wel minder vaak voor. Oh, cool. Het is heel hoog. Meestal als hij hier zo hoog piept. Zo. Dan is het ook een piep. Ja. Als jij je schep in de grond steekt, is het net alsof je een boodschappenkarretje op je rug hebt. Ja, ik hoor je dat inderdaad. Zo. Zo. Trap je vondst nog even in tweeën? Zachtjes. Nou, piep, 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 piep. Als dat geen aluminiumfolie is, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk het wel. Nee. Wat is het? Nou. Mooi. Ja, hè? Het is echt hout. Ja, lood. We kunnen wel lood straks doorrijden en inleveren. Ja? We zitten we weer een ijsje kopen. Ik zou zeggen, we zitten vlakbij, maar dat ga ik niet zeggen. Nee, we zitten nergens vlakbij. Nee, we zitten overal ver weg. Ja. Wat je denkt, daar zitten we niet. Nee. Nou, een dekseltje. Ja, niet zo heel erg oud. Ik denk van een parfumflesje of zo. Ik weet het niet. In ieder geval een dopje. Of een dekseltje, een draaidopje. Dekseltje. Hey. En jij? Oh, wat leuk. Ja. Ze heeft alleen geen hoofd meer. Nee, en geen armen en geen benen. En geen armen en geen benen, maar... De mysterieuze rookvrouw. Nou, wie weet... wie weet vinden we de rest nog. Ja? En ga je hem lijmen dan? Ja. Ja? Jij hebt een dopje toch? Zo'n shampoo... Ja, maar ik denk niet Pitché, dat... Ja, maar... Ja, de... ik zie je. Dat is een pet. Ik denk niet dat dit... dit is echt een sierbeeldje. Oh, het is een engel. Is het een engel? Ja, hier met vleugeltjes. Kijk. Het is een engel. Leuk hoor. Ja. Waar Shirley net een onwijs groot lood had, heb ik nou een mini klein loodje. Het is echt een heel klein loodje. Maar wel met het oogje er nog aan. Shirley, je eerste bikkel. Ja. Dat heb je als je gaat bikkelen, hè? Wat een bikkeltje, hè? Leuk! Ja! Ja, een stukje speelgoed. Ja, dat heb ik echt nog nooit gevonden. Je had er een stuk of 5, 6 in je handen. Ja. En dan gooide je ze op. En de manier waarop je ze kon opvangen, dan had je gewonnen of verloren. Cool. Ja, er waren wel meerdere soorten spelletjes hoor, maar dat is er één van. Ja, cool. Ja. Hey! Zo, jij bent echt rijk! Wat? Je hebt allemaal geld! Goed, hè? Jeetje mine, nou kom. 5 euro. Dan maak ik nu een foto en dan is ze in de thumbnail. Haalt ze het of haalt ze het niet? Ik haal het. Yes. Zie? Koffertje. Anders hadden we dat hele stuk... Oh, dat kan je niet filmen, hè? Nee. Anders hadden we dat hele stuk moeten lopen. Ja, dat is waar, ja. Maar ik meest, als ik zo'n plankje overga, dan val ja, ik op in de sloot gezien. Of er gebeurt wat. Oh, met die metaaldetector toen, ja. Er was er één van in Nederland. Ja. En ik brak hem meteen de eerste zoekdag dat ik ermee op pad ging, brak ik hem in tweeën.
Ja, maar ja, dat doe je ook niet expres. Nee. Je lag zelf ook lekker open. Ik weet ook niet of het in Dankhaven aangenomen is. Nee, ja. Leuk, hè? Dat is een heiligangertje. Een zakheilige. En ja, deze kant is eigenlijk een beetje vergaan. Dus ik kan niet heel goed zien wie of wat het is. Je had zoveel verschillende soorten. De heilige Antonius en de heilige die en de heilige dat. Hier zie je iemand met een engel op de schoot. Dat lijkt een babytje, maar het is een engeltje. Want je ziet hier nog net vleugeltjes en hij heeft een staf in zijn handen. En aan deze kant zie je Jezus. Even wat. Piet! Daar gaan we voor, hè? Wat heb je gevonden? 2 zilveren munten. Zo. En ik denk dat er nog één in zit, maar dat ga ik zo even kijken. Ik wil. Super tof. Kijken hoe mooi ze zijn, of niet mooi. En wat het zijn. Ik denk namelijk niet dat het zilveren rijders zijn. Ik weet het niet zeker, maar... Maar ik kan het nog niet goed zien. Nee. Deze is mooier. Voorzichtig. Knak. Nee joh. Nee, nog niet. Sorry hoor. Ik moet even een beetje wennen aan het zoomen. Dit is wel een rijder. Oh, wat tof zeg. Dat is een heel kleintje. Mini rijder. Een mini rijder. Riders in the storm. Heb jij je grasmesje? Ja, die heb ik. Kijk eens. Dat is wel leuk, hè? 3, in ieder geval 2. Heel ik ga een beetje ruim uitgraven. En een klein beetje jaloers op je. Heel Bro? Gaaf. Gun je me net wel? Absoluut. Dit zijn de gevaarlijkste momenten, hè? Ik gun het je 100.000%. Wat dan? Nou, dat je nog een signaal hebt, maar dat je die moet gaan uitgraven. En die dingen die breken zo, hè? Daar zit die. Ja. Dus dat moet ik voorzichtig gaan uitgraven. Want anders breekt het misschien. Heb je hem? Gewoon een munt. Nee, dit is hem niet. Oh. Hè? Ik weet zeker dat het... Oh shit, ik zit niet naar de kamer. Ik zit naar jou te kijken. Ah nee hè, dat is echt een flinter. Oh, kijk. Dat is ook raar. Nee joh. Wat de hel? Een bloemetje met steentjes erin. Die is eruit. Het is gewoon een schatje. Een mini schatje. Zit er nou nog meer in? Nee. Jeetje, wat tof Ruud. Nou, nou ben je wel blij, denk ik, hè? Ja, nou ben ik wel weer blij. Daar doen we het dan toch wel. Zit er nog wat in? Oh. Nee. Nee? Super cool dit. Wat een mooi. Ja. 2 zilveren munten. Waarvan sowieso 1 zilveren rijder. En die andere... Ja, dat weet ik nog niet. En een bloemetje met steentjes. Als dat bloemetje met die steentjes nou net zo oud is als de stad... Ja, dan is het een goed teken. Dan is het, nou ja, weet ik niet, zal het zilver zijn? Ja, het is zilver. Dan acht ik de kans groot dat het bergkristal is in plaats van glas. Maar jij hebt meer verstand ervan dan mij, toch? Ja, meestal wel, ja. Maar dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zien, zeker niet als het geslepen is. Nou, het ziet er niet uit als... Het zit niet in de gaten dat ze gewoon in het wilde weg aan het filmen is. Ja, sorry. Ik ben helemaal in de ban van jouw vondsten. Superleuk. Ja. Heel tof. Nou, 2 keer een scheepsrecht of... Nou, het is eigenlijk hetzelfde gat. Toch? Het was alleen 10 centimeter ernaast. Ja, bizar. Kom, kijken wat het is. Ik denk namelijk, kijk eens. Het is weer een munt. En nog een munt ernaast. Nee joh. Kijk. Oh, wat gaaf zeg. Het zijn er 3. Op elkaar. Je hebt echt het zijn er 4. 1, 2, 3, 4. Nee joh. Dus dan heb ik er in totaal... 6.
6. En moet je kijken hoe deze eruit ziet. Oh, wat gaaf. En deze? Ja, heel tof. 6 zilveren rijders. Hier zit zelfs nog, kijk, hier zit zelfs nog de rand zit er nog op. Super tof. 6 zilveren rijders. Nou ja, die middelste weet ik nog niet, maar ik denk 6 zilveren rijders. Jeetje, wat gaaf. 6. Ruud. 6. 6. Ja, hè? 6 zilveren rijders. Ik dacht, waar blijft die? Hier ga je voor weg, hè? Echt. Hier ga je voor weg. Super, 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 super tof. Nou, dan moet ik er nog even een foto van maken. Echt heel gaaf. Wat mooi, joh. Oh. Oh. Kijk eens hoe mooi deze is. Nou, het geluk is wel een beetje aan mijn kant nu. Zo na de tweede helft. Nou, het is geen zilveren. Maar hij is zeker wel heel mooi. Wat een lievertje, hè. Toch nog een zilvertje. Oh, nou, dat zoomen, dat wordt niks. Toch nog een zilverdubbeltje. Even op de valreep. Dit is wel weer een heel gaaf lood. Het is een kerkelijk zegellood, tenminste dat denk ik. Je ziet hier in het midden zie je een kruis. En dat kruis dat loopt over in een hart. En in het hart staat IST. Ja, dit is echt een heel oude. Dit is echt... Ja, ik durf er nog even geen datum aan te plakken. Maar dit is wel een van de oudere zegelloden. En aan de andere kant zit er wat aantekeningen ingekrast, maar dat kan je niet echt heel goed zien. Een paar kruisjes en een paar streepjes. Deze kant is echt heel mooi. Een kruis dat overloopt in een hart, opgedeeld in drieën met daar de letters IST. Ja, dit was hem weer. Best wel een avontuur toch nog. Zeker, huh? Absoluut. We begonnen een beetje lafjes, maar toch... Ja, die munt gaat het... Ik wou net zeggen, dat is echt vondst van dit jaar, denk ik, of niet? Nou, weet ik niet, want ik had de afgelopen keer had ik natuurlijk 3 provinciale guldens bovenop elkaar. Oh ja, ja. Maar 6 rijders is natuurlijk wel meer. En meer is beter, toch? Nou, heel niet? Tof. Ja, nee. Ik vond het echt super tof. Alle gekheid op een stokje, het is gewoon hartstikke leuk. Maar ik vond jouw lood ook heel erg leuk. Ja. En we hebben gewoon heerlijk even gelopen. Dat was heel lang geleden. Ja, dus, ja, zeker. Dat we gewoon even gewoon echt voor gewoon onszelf hebben gelopen. Ja, dat was heel lang geleden. Ja. Dus. En ook super lekker weer. Niet te warm, niet te koud. Nee. Het is nou wel een beetje. Het begint nou een beetje te betrekken, maar er zou vanmiddag ook een buitje vallen. Oh. Dus ik denk dat het gewoon tijd is om te stoppen. Zo is het. Je moet op je hoogtepunt stoppen, toch? Zeggen ze? Ja? Ja? Nou, dan had ik een uur geleden al moeten stoppen. Ik wou net zeggen. Nou, dan had ik dat mooie kerkenlood niet. Nee, dat is waar. Dus, voor nu, bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. Het duurt ontzettend lang. Ik moet er nog, volgens mij nog 60 of zo voor de 12.000. Ja, tof hoor. Ja, hartstikke tof, maar het duurt wel alleen al een jaar. Ja, is dat zo? Ja, het gaat tergend langzaam de laatste tijd. Als het aan mij ligt, laat dan even in de comments weten waardoor ik... misschien het beter kan doen. En als dat niet zo is, druk dan even dat abonneerknopje in. Waarom niet? Ja, zeker. Het is gratis en je support mij ermee. En hij maakt hele interessante video's. Ja, soms wel. Ja, soms niet. Maar ja. Ken je altijd kan niet de altijd gooien. Ja. Okay. Nou, bedankt voor het kijken. Yes. Tot de volgende keer.